allemaal en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Oké, de morgen gaat gelijk af alles. Ja. Ik heb een masker op. Ik glim een beetje. Dat is het masker wat ik op heb. En ik heb een neusstrip op. Dat kan ik wel weer eens gebruiken. Ik weet niet of je het een beetje kan zien. Maar als je de vorige vlog hebt gezien, heb je in het laatste timelapse kunnen zien, voordat de vlog eindigde, dat ik mijn kamer heb verbouwd. En dat klopt, want er komt dus een roomtour online. En ik denk dat ik die op mijn kanaal stopzet. Op ons gedeelde kanaal, Just Like Us, komt die denk ik nog wel online. Maar ja, dat had het eigenlijk niet eens gehoeven, want mijn kamer is weer veranderd. Ik heb namelijk mijn bed, mijn bureau en mijn tv en de kast daarvan verwisseld van plek. Mijn bed staat nu op de plek waar mijn tv stond. Daar. Omdat ik bakken onder mijn bed heb. En die bakken, die, omdat mijn bed hier tegen de muur aan stond, kreeg ik die bakken er niet uit aan de andere kant. Ik moest via één kant, maar er zit een schot in het midden van mijn bed. Dus kon ik ze er niet uitkrijgen die aan de andere kant stonden, alleen degene die voor stonden. Dat is heel gedoe. Ik moest elke keer mijn bed van zijn plek afhalen als ik bij die bakken moest. Maar goed, in ieder geval heb ik nu geen last van, want ik kan via die kant kan ik ook gewoon bij mijn bed en bij de bakken. Dus dat is fijn. In ieder geval, ja. Staat mijn bureau dus niet op deze muur. En mijn tv staat hier. Hallo Alicia Marie. Mijn tv staat nu dus op deze muur, omdat ik, ik moest wel tv kijken vanuit mijn bed. En dat ging op deze manier het makkelijkste. Even mijn telefoon uit de houder halen. Ik heb trouwens mijn transparante hoesje weer om. Ik weet niet waarom, maar ik blijf daar steeds terug naar neigen. Ik vind dit nog steeds een super fijn hoesje, omdat die hardcase is aan de achterkant. En heb ik wel een leuk hoesje van mijn jewelry, maar ja. Ik vind hem leuk, echt waar. Maar ik wil hem zo graag netjes houden en die transparante hoesjes die verkleuren heel snel. Dus vandaar dat ik deze gewoon weer om heb. Ja, ik ben dus verder niet zo heel erg veel aan het doen, om het maar zo te zeggen eigenlijk. Ik ben nu voornamelijk aan het wachten tot dit allemaal droog is. En ja, dat is het eigenlijk. Misschien dat ik Chantal even ga bellen. Ik had haar gebeld en ze zei, joh, waarvoor had je me net gebeld? Ze was dus schijnbaar aan het werken en dat was ik dus even weer vergeten. Dat kan. In ieder geval, ik wacht even tot het allemaal droog is. Dan haak ik het allemaal af. Ook die neusstrip. Oh, dat is zo lang geleden, maar ik vind het zo fijn om het op te hebben. Dus dan haak ik dat er lekker allemaal af. En dan ben ik weer helemaal fresh. Oké, goed. Het masker is er van af. En jongens, dit is zo zacht. Oh, I love it. Oh, dat is echt chill. Wat ik dan doe, ik ga jullie gelijk laten zien wat mijn skincare is. Ik heb een watje en ik heb deze reinigingslotion van de, in dit geval Albert Heijn. Dit verschilt mij nogal wel. Gezicht reiniging lotion 3-in-1. Van Care, het Albert Heijn merk. Doe ik een beetje op een watje en dat. Daar maak ik mijn gezicht verder mee schoon. Daar haal ik dus ook nog eventuele restjes masker weg. Nou, die zitten er in mijn geval nu niet. Heel zeldzaam trouwens dat het er niet zit. Vaak wel. Ook mijn neus. Maak ik schoon en daar heeft die strip natuurlijk op gezeten. En dan is in ieder geval mijn gezicht goed schoon. Dit doe ik trouwens ook voor ik mijn masker aanbreng. Ja, anders dan heeft het niet zo heel erg veel zin. Dan gebruik ik dit Hyaluron Booster Drops voor een mega droge huid, wat ik dus heb. En dit is een soort serum. En dit is gewoon een soort serum die je gewoon op je handen doet. Heb je niet te veel van nodig. Je hebt echt maar één spuitje nodig. En dat verdeel je dan gewoon lekker over je gezicht. Ik zou er niet te veel van gebruiken, want het is echt heel erg nattig. En het duurt ook heel erg even voordat het echt goed ingetrokken is. En dit smeer ik dus echt overal, ook gewoon onder mijn ogen, op mijn ogen, echt overal. Ik
neem mijn nek dan ook vaak een beetje mee. Ja, goed, dan doe ik het flesje dicht voordat straks alles omgegooid is. Dan ga ik met de Hydro nachtcreme. En het leuke hiervan is, ik doe die gelijk weg, is dat de dagcreme wit is, maar de nachtcreme is ook gewoon echt blauw. En ik heb het idee dat deze dan ook gewoon echt wel heel erg hydraterend is. En om heel eerlijk te zijn, ben ik met dagcreme vaak wel wat zuiniger en rustiger aan. Maar met een nachtcreme dus echt totaal niet. Echt, al zit er een hele witte dikke laag op mijn gezicht. Het maakt me op zich echt niet uit. Maar met je gezicht is het ook zo. Dat je gezicht gewoon gebruikt wat die nodig heeft. Dus het is ook gewoon met gezichtscreme of dingen. Als jij een crème op hebt opgesmeerd en je merkt daarna van oh, mijn gezicht is toch weer heel erg droog, smeer dan gewoon nog een keer. Want schuimer heeft je gezichten dan nodig. En daarom smeer ik, omdat ik echt een hele droge huid heb, smeer ik 's avonds echt best wel veel op. Omdat het gewoon de hele nacht kan trekken. En I know, mijn gezicht glimt dan misschien idioot erg. Maar wat ik zeg, als je een crème op doet en je gezicht voelt een uurtje later gewoon weer heel erg droog. Ja, dan zou ik zeggen, smeer dan gewoon lekker nog een keer als je in de gelegenheid bent. Want je gezicht heeft het nog gewoon nodig. Goed, ik doe deze gewoon af. En I know, ik zie er nu niet heel charmant uit. Lang leven het korte haar. Mijn haar zit altijd gelijk helemaal overeind. Maar goed, dat geeft niks. In ieder geval zal een nachtcreme ook wel echt, zeker omdat dit ook van de Hydro, de hydraterende collectie is. Dus deze crème denk ik wel echt heel erg lang, heel erg vettig. Maar ja, ik vind het op zich gewoon heel erg fijn. En wat ik nu dan altijd doe is een lippenbalsem, maar die staat daar nog in de kast. Dus dat ga ik gelijk even opdoen. En dat verschilt echt heel erg. De ene keer gebruik ik weer wat anders dan de andere keer. In dit geval staat er hier een, heb ik een lippenbalsemje staan van Mentos. Gewoon een heel simpel lippenbalsemje. En die doe ik dan op. Maar vaak, want dat bedenk ik me nu in één keer, die heb ik er net weer neergezet. Die staat op de plek waar die nooit staat. Gebruik ik deze en dan 's avonds vooral deze. En dit is een organic lippenbalsem, gewoon een balsem, maar dit is een lip scrub en deze staat vaak op mijn bureau, maar omdat ik lekker aan het verhuizen ben geweest staat hij hier nog niet. Maar deze doe ik vaak 's avonds op en misschien denk je dat zit je de hele avond met van die balletjes op je lip. Ja, maar ik vind het op zich niet vervelend. En dit masseer ik dan gewoon een beetje in. En wat ik al zei, ja, er zitten nu allemaal balletjes op mijn lippen. En soms verwijder ik dit gewoon na een paar minuutjes. Maar als het me niet echt irriteert, dan laat ik het gewoon. En ik denk dat ik het in dit geval ook gewoon lekker laat. Dus deze doe ik echt op als ik echt gewoon geen lipscrub op wil. Maar vaak doe ik echt wel de lipscrub op. Gewoon standaard. Ik vind het gewoon heel erg fijn. Dus ook deze staan in de kast. Ik neem de spiegel gelijk weer mee.
Dus ja, dat is eigenlijk alles wat ik aan mijn skincare doe. S'morgens en s'avonds. Kijk, s'avonds doe ik misschien geen masker op. Maar dan doe ik ook precies hetzelfde. S'morgens gaat er ook gewoon een serum, reinig ik een serum daarna op mijn gezicht. Dan gaat er een dagcreme op. En dan laat ik het intrekken. En vervolgens ga ik gewoon lekker mijn make-up doen als ik dat doe. En zo niet, dan laat ik het gewoon hierbij. Maar nu ook, mijn gezicht is niet eens zo heel erg vettig, omdat ik best een hele dikke laag heb opgesmeerd. Ik denk dat mijn huid het dus nodig heeft. Maar goed, ik wil jullie het even laten zien. Een leuk skincare routinetje aan het begin van deze video. Ik zei nu dat het echt een volle weekvlog wordt. Daar betwijfel ik het een beetje over. Misschien dat ik hem in tweeën deel. Deze week. Even kijken hoe dat allemaal gaat lopen. Maar weet je, nu heb ik daar de tijd nog voor. Dus hoe meer ik kan splitsen, hoe leuker het is. Dus ja. In ieder geval, ik ga lekker film kijken. Het is nu 9:45. Het is al 9:45. Ik ga hem wel voor de drink halen beneden. En dan ga ik zo in ieder geval lekker slapen. Wat je net ook kon zien, ik ben lekker omgekleed in comfy kleren. Ik ga zo wel lekker mijn pyjama aandoen, want daar heb ik al zin in. Vaak is dat laatste trouwens niet eens meer een pyjama. Het is vaak gewoon echt een onderbroek en een t-shirtje van topje en that's it. Maar goed, even kijken. Misschien heb ik wel wat leuks aan doen vandaag. In ieder geval, ik ga dus film kijken en daarna lekker slapen. Dus ik zie jullie morgenochtend. Goedemorgen allemaal. Camera kijk eens, ik hem omhoog zetten. Goedemorgen, het is dinsdag vandaag. Ik doe even een lampje aan. Het is dinsdag vandaag en ik ben lekker aangekleed. Zoals je het misschien maar als rondloopt. Ik heb een zwarte broek aan en dit gooie even t-shirtje. Ik doe natuurlijk zometeen nog eventjes hier een vestje over aan, want het is niet heel erg warm. Ik heb net een koffie gezet vanmorgen. Dat is eerst wat ik deed toen ik wakker werd. En daarna ben ik even gaan plassen. Even mijn blaas gaan legen van de hele nacht. En daarna ben ik mijn vrouw gaan wassen. Toen ben ik mijn eigen bed even op gaan maken. Ben ik me gaan aankleden. Mijn haar piekert een beetje aan alle kanten. Dus moet ik ze een beetje nat maken. Toen ben ik mijn skincare gaan doen. TV even aangezet. En ik ben nu een vlog aan het kijken of een video aan het kijken van Waste to Study. Ik vind haar echt super chill om naar te kijken. Ook al studeer ik niet meer, toch vind ik het echt heel erg leuk om haar te zien. Dus dat eigenlijk. Voor de rest doe ik niet zo heel erg veel vandaag eigenlijk, heb ik het idee. Dus het was gek om vanmorgen zo wakker te worden. Ik dacht van, hè? Hoe kan dat nou? Maar ja, het klopt dus inderdaad. Ik ben dus alles gaan verplaatsen gisteren. Vandaag op de planning moet ze meteen naar de dierenarts met de cavia. Die wordt vandaag even een paar foto's van gemaakt, dus die blijft daar ook. Daarna gaan we een paar boodschappjes halen. Daarna... Ik ging daarna nog iets doen, maar dan weet ik niet meer. Daarna, waarschijnlijk als ik terug ben, wil ik een video gaan editen. De afgelopen vlog dus. Waarin je ook kon zien dat mijn kamer ging veranderen. Dus dat. En daarna wil ik ook nog cakejes gaan bakken. Ik heb regenboogkleur cakejes. Zeg maar, hoef je alleen water bij toe te voegen. Alles is kant en klaar. Dus dat wil ik ook nog gaan doen vandaag. Als daar de tijd toe is. Maar in ieder geval ga ik ook eerst even de video klaar hebben. En ik bedenk me nu in één keer dat ik die roomtour nog er even af moet halen. Want ik ga toch niet op mijn eigen kanaal. Even kijken hoor, hier staat die. Oh, maar op ons kanaal is hij al wel online. Hè? Hoe kan dat nou? Dat is apart, hij is al online. Ja, het zal wel. Nee, dat kan niet, want hij stond ingepland voor vrijdag. Even kijken.
Nee, ik zet wel als première, dus dat is wel mooi. Oké, ik schrok al heel erg. Ik denk, oh nee. Dus dat. Maar dan moet ik op mijn kanaal de rondtour er even afhalen. En dan laat ik hem wel staan, maar dan hou ik hem gewoon als reservevideo of zo. Even kijken hoor. Video's. Dat vind ik het fijne aan de YouTube Studio app. Hierin kan je dus gewoon alles, maar echt alles. Even kijken hoor, schedule. Nee. Ik wil het unlisted. Staat hij er wel op, maar niet all online. Dus dat is wel chill. Oh, wacht maar, staat die andere dus niet. Kan dat nou? Wie heeft er nou met zijn vingers aangezeten? Chantal wil knoppen lopen drukken ofzo. Wat ik zeg, dat kan helemaal niet. Première. Oh, nee, het zal wel goed staan. In ieder geval ga ik dat dus allemaal doen vandaag. Dus ja, goedemorgen. Oké, we zijn inmiddels 2 uurtjes later. Ik ben opgemaakt. Ik heb mijn tas gepakt. Want ik heb net gesolliciteerd bij Bestflex. En ik ben gelijk opgebeld. Dat ik zometeen mijn intakegesprek moet komen doen. En dat is super fijn. Want dat betekent Karijn. Ik heb natuurlijk gesolliciteerd bij Karijn voor vaste baan. We zijn nu een maand verder. En Karijn weet nog steeds niks. Ik heb het idee dat ze een beetje de boot aan het afhouden zijn. Ik weet het niet. Het kan ook echt zo zijn. Maar weet je, ze hebben zoveel mensen nodig in de zorg. En dan hebben ze nog steeds geen antwoord van mij. Dat vind ik wel heel raar. Maar ik dacht dus, ik ga gewoon lekker solliciteren bij Bestflex. Ik heb een mail eruit gestuurd. En Bestflex is eigenlijk een soort organisatie, een soort uitzendbureau, maar ook weer niet. Ashley werkt daar ook. Want het is namelijk zo dat bij Bestflex krijg je dus een, zeg maar, een soort rooster te zien. En kan je zelf invullen van, joh, ik neem die dienst en ik neem die dienst. En het zijn verschillende instellingen door heel Nissewaar. Dus Heenvliet, Geervliet, Hellevoetsluis, Brielen, Oostvoorn, Spijkenissen, Zuidland. Al dat soort omgevingen. Super, super chill. Betekent wel dat ik overal nergens heen ga. Maar het betekent wel dat ik eventjes voor de komende tijd een baan heb. Dus dat is wel heel fijn. Dus ik ga zo meteen erheen. Ik zat alles in mijn zwarte tas te proppen. Dat paste niet. Dus ik heb mijn bruine leren tas maar gepakt. En ik heb even gauw wat make-up opgedaan. Dat is wel even iets netter. Ik ga nog even mijn tanden poetsen beneden. En ik ga over ongeveer 20 minuutjes ga ik de deur uit naar Heenvliet. Want daar is het. En dan neem ik jullie gewoon mee. Ik hou dit ook overigens gewoon lekker aan. Ik vind het op zich, het staat gewoon netjes, vind ik. Zwarte broek, rood shirtje en een zwart jasje erop. Ik vind het best, ik vind het helemaal top. Ik ga mijn spul. Ik ben hier gestopt met foundation smeren, zie ik. Zo snel heb ik het gedaan. Dat doe ik even gauw bijwerken. Maar jongens, zo zie je dat een dag in één keer anders komt te lopen. In mijn geval verloopt hij nu heel erg goed. Waar ik echt heel erg blij mee ben. Ik ben echt zo blij als ik straks gewoon echt voor de time being een baan heb. Dat zou ik zo fijn vinden. Zo. Ik vind het even best hoe het er nu uitziet. Als er maar iets op zit. En als het niet scheef zit, dan vind ik het best. Ja. Ik heb dus al mijn spullen gepakt. Zo raar. In één keer, ik doe niks. Ik heb geen plannen. En in één keer ga ik op een sollicitatiegesprek. Ik vind het wel heel erg. Ik ben er heel blij mee. Ik ga zo meteen trouwens wel een kleur lipstick opdoen. Ik denk deze donkere. Vind ik wel tof. Ik ga het gelijk opdoen trouwens. Oh nee, ik moet mijn tanden nog poetsen. Doe dat maar niet. Slecht plan. In ieder geval, deze dan in mijn tas. Ik wilde eerst een lipgloss opdoen, maar toen dacht ik, doe maar niet. Ik heb mijn diploma, HZW-diploma, mijn rekencertificaat bij me, echt alles. Dus ik ga naar beneden, ik ga tanden poetsen. Ik ga even parfum meenemen in mijn tas. Deze. Die blijft ook lekker lang hangen. Het is een duur luchtje voor een belangrijke afspraak. Dus ja, tas mee, spullen mee, camera mee, telefoon mee. OV mee, opladen zometeen. En dan ga ik de deur uit. Goed.
ben nu dus aangekomen in Heenvliet en volgens mij zit het hier. Het is een soort boerderijachtig gebouw. Dus ik denk dat dit het is. Het lijkt er wel op. Ik zie ook best flex auto's voor de deur staan. Dus ik zou zeggen, ik ga naar binnen, jongens. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er wel goed vertrouwen in, want anders zouden ze ook niet gelijk gaan bellen. Dus ik heb er zin in. We gaan naar binnen zo. En ik ben weer bij jullie terug als ik weer buiten loop. Let's go. Ik vind het echt zo leuk. Ik kan niet wachten om te werken. Echt heerlijk. Nou ja, let's go. Ik ben er. Goed, ik loop net weg en jongens, ik ben zo blij. Ik heb een plekje bij Bestflex gekregen. Super tof. Alles wordt nu in gang gezet en waarschijnlijk als alles goed loopt, kan ik vandaag ook al gaan beginnen. Dat was echt super, super tof. Oh, ik ben oversteken. Dus dat is echt heel erg tof. Ik ga nu onderweg naar huis. Onderweg nog even mijn moeder bellen. Mijn oma bellen. En het lekkere van Bestflex is dat ik zelf mijn dienst in kan plannen. Dus als ik een keer een dag niet kan, kan ik dat doorgeven. En is het allemaal geen probleem. Dat is heel fijn. Goed, ik ben weer thuis. En ik heb even mijn badjas aangedaan. Want ik had het een klein beetje koud. Maar ik ben dus thuis. En ik ben lekker met... En net met Ash aan het kletsen. En ik ben nu aan het kletsen met Duncan. Want die werken ook allebei bij Bestflex. Of tenminste, Duncan werkte. En Ash werkt dan nog steeds. Ash heeft een baan aangeboden gekregen in een thuis of in een instelling in Hellevoet. En dat is dus ook de instelling waar Duncan dus vast werkt. Door Bestflex. Dus misschien dat het mij ook leuke dingen gaat brengen. In ieder geval ga ik eerst maar lekker aan de slag en aan het werk. En wie weet kunnen ze mij mooie dingen brengen. Bijvoorbeeld een vaste baan bij een instelling of zo. Dat is bij Duncan ook gelukt. En bij Ash nu. In ieder geval voor een proeftijd. En misschien daarna wel langer. Wie weet. Misschien voor mij ook. Ik vind het wel heel erg leuk. Ik vind het ook leuk om hun... Ik hoor van hun ook alleen maar goede dingen erover. Dus ik verwacht ook niet dat dat echt kut is ofzo. Ik heb er voornamelijk echt heel erg veel zin in. Ik heb alles al opgeslagen. Ik heb allemaal linkjes en dingen gemaakt. Om het allemaal op te slaan en vast te zetten en zo. Dus daar ben ik super blij mee. Ik heb al een account bij Bestflex. Dat is super tof. Ik moet alleen even mijn VOG zo meteen... Dat is Duncan. Ik moet alleen even mijn VOG zo meteen aanvragen. En dan is het helemaal toppie. Even Snapchat sturen. Hij zegt, je weet, staan we een keer samen. Want ik kan bijvoorbeeld ook gewoon op de instelling waar hij staat, kan ik ook gewoon werken als er uren en dingen vrij zijn. Maar wat ik wou zeggen, mijn moeder weet wat er is. Mijn opa en oma weet wat er is. Mijn vrienden weten wat er is. Alleen mijn vader weet nog niet wat er is. Dus dat ga ik hem zo vertellen. Ik ben benieuwd hoe hij reageert. Mijn vader is gewoon iemand die wil continu dat ik aan het werk ga. En ik snap dat wil ik ook. Maar het leek voor mij op een gegeven moment gewoon echt pushen. En dat vond ik niet leuk. Dus ik ga nu naar beneden en ik ga mijn vader vertellen dat ik een baan heb. Ik denk dat hij heel blij gaat zijn. Goed, ik heb lekker gegeten en ik zit nu nog heel eventjes hier achter de laptop. Want ik ga nog even een video afmaken. Ik moest zo stellen, sprong in één keer weg vanmiddag. Maar ja, ik ga even mijn video afmaken. Ik ga zo wel mijn make-up onder mijn ogen vandaan halen, want het is wel heftig. Ik laat wel lekker mijn bril af hoor. Ik heb niet zo zin om die op te doen. In ieder geval ga ik dit even afmaken. En ik denk dat ik nog wel even een kopje koffie gezet in mijn kamer. Ik heb wel trek in koffie. En we gaan om 7 uur gaan we naar de vriend van ons die in Veldhoven woont. Die werkt op de vrachtwagen. En die heeft nu dus een stop in Dordrecht. En dat is vlakbij mijn pa's werk. Dus hij is daar nu. Dus we gaan zo meteen even bij hem op de koffie. Want de Mac zit daarnaast. Dus we gaan zo meteen koffie halen daar. En dan gaan we even bij hem op bezoek. Want ja, hij woont in Veldhoven. Dus zo vaak zien we hem niet.
Dus ja, even video kijken, chillen, eten laten zakken. Ik heb eten gegeten wat me niet zo lekker smaakte. Dus dat is wel weer jammer. Dus ik heb eigenlijk gewoon echt 3 happen op en daarna niks. Dus misschien dat ik zo nog even een crackertje ga eten of eventjes een Brinta drankje ga drinken of zo. Dat ik in ieder geval wel iets op heb. Maar ja, weet je, ik ben ook gewoon zo blij. Ik heb gewoon niet zin om te eten. Ik ben echt blij dat ik nu gewoon een baan heb. Alles wordt nu in actie gezet. Ik moet zo even mijn VOG nog aanvragen en dan is dat helemaal top. Goedemorgen allemaal. Het is van mij vandaag woensdag. En gisteren was echt een hele leuke dag. Ik heb het echt heel erg naar mijn zin gehad gisteren. En het was allemaal heel onverwachts en heel gezellig. En oh, en dan het goede nieuws over die baan. Echt, ik ben zo blij. Maar goed, mijn vader reageerde er trouwens ook best wel leuk op. Maar in ieder geval, het is dus vandaag woensdag. En ik ben al zo'n uurtje, 3 kwartier wakker. En ik ben dus niet aangekleed. Hetgene wat ik wel heb gedaan is koffie gezet. En even een doekje over mijn gezicht gehaald. Koffie staat daar op het bureau een beetje af te koelen. Maar ik ben dus vlogs aan het kijken. Want ik zag gisteravond voor ik ging slapen dat er echt gewoon 4-5 nieuwe vlogs online waren gekomen. Dat ik dacht van, oh, dat wil ik zien. Dus ja, dat ga ik dus nu eventjes doen. In ieder geval niet alles, maar in ieder geval wel even 1 of 2 vlogs. Dan ga ik me aankleden, dan ga ik lekker naar beneden, even gaan ontbijten. En dan ga ik om 10:30, 11:30 gaan we op de koffie bij een vriendin van mijn moeder. Die was gisteren jarig. En ja, ik heb haar dus dat goede nieuws nog niet verteld. Dus dat ga ik vandaag eventjes doen. En ik heb Ashley gisteravond contact. Want ik heb allemaal tassen met serieus gekke kleurtjes of dingen. En ik denk van, ja weet je, ik kan het niet maken om daarmee te gaan rondlopen als ik werk. Dus ik vroeg aan Ash of zij toevallig nog zwarte tassen heeft die zij handtassen of dingen die zij niet meer gebruikt. En dat was er zo. Alleen ze was gisteren uit. Dus ze kon me geen foto's sturen. En dat zou ze doen als ze thuis was. Maar ik neem aan dat het gewoon laat is geworden toen ze thuis kwam. Ze heeft ook mijn berichtjes niet meer gelezen. Dus, maar zij had dus nog wel tassen voor mij. Dus daar ben ik eigenlijk wel heel blij mee. Dus dat is eventjes wachten tot zij antwoord geeft. En ik, die vriendin van mijn mama woont in het buurt van Ers. Dus misschien dat ik die gelijk kan oppikken straks. In ieder geval, ik loop jullie te balanceren met 1 hand. Kijk. Oh, dat kan niet. Oh, hij is gedraaid. Oh. Ik heb in ieder geval 1 puntje van het statief vast en de andere 2 poten die hangen. Maar ja, in ieder geval is het dus zo dat ik vandaag dus een paar dingetjes ga doen. Niet heel veel geks. Ik ga vandaag natuurlijk ook mijn mail in de gaten houden. Want als het goed is, kunnen ze vandaag alles in actie zetten. En kan ik vanaf vandaag of morgen, dat weet ik niet, in de app waarin ik alle diensten kan zien van mijn werk. Dan ga ik jullie ook allemaal uitleggen hoe dat dan werkt. Vind ik wel leuk om te delen, ook voor later om terug te kijken. Dus dat is vandaag ook wel een dingetje wat ik even in de gaten ga houden. En verder op zich niet zo heel erg veel. Ik wil vandaag, als de tijd ertoe is, willen cakejes gaan bakken. Die heb ik nog steeds, ik zeg al 5 dagen dat ik cakejes ga bakken. Maar ik heb ze nog steeds niet gebakken. Dus dat. Ja, voor de rest staat er niet heel veel op de planning. Mijn kamer is schoon, alles is opgeruimd. Ik moet alleen even de 2 vuilniszakken wegbrengen. Maar misschien dat ik die gewoon lekker asociaal in de schuur zet. En ze komende week gewoon wegbrengen. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik heb er heel veel zin in. Ik vind het echt heel erg leuk dat ik nu officieel een baan heb. Nou ja, bijna een baan heb. Dus ja, ik ga eventjes lekker een video kijken. En mijn koffie opdrinken, lekker wakker worden. Aankleden op de koffie bij een vriendin. En daarna dan ben ik gewoon weer lekker thuis. En ga ik lekker hier mijn dingetjes doen. Dus ja, goedemorgen vanuit New York. Goed, ik wil het toch nog even laten zien. Ik ben aangekleed en ik heb iets heel anders dan dat ik dat normaal zou doen. Dit is namelijk mijn kerstjurkje die ik eigenlijk mijn kerstgala aan zou doen. Heb ik uiteindelijk niet gedaan. Maar ik heb hem vandaag aan. Jongens, ik draag nooit jurkjes, dus het is echt gewoon idioot. Maar ik heb dus mijn jurkje aan vandaag. Met een zwarte thermolegging. En ik heb gewoon mijn witte gimper eronder gedaan. En ik vind het super leuk. Ik heb ook echt gewoon
Bijna geen make-up. Ik heb alleen mijn wenkbrauwen gekleurd. Wacht, dat ga ik zo laten zien. Dat is beter. Ik heb mijn wenkbrauwen gekleurd. Ik heb mascara op en lippenbalsem. Voor de rest niks. En ik vind het echt chill. Ik vind dit veel fijner dan dat ik echt een laag foundation op mijn gezicht heb zitten ofzo. Dus dat is top. Goed, ik heb me even omgekleed. Soort van, tenminste, ik heb eventjes een t-shirt aangedaan en een pyjama broek en mijn sloffen. Gewoon omdat het lekker chill is. Ik krijg van iedereen appjes. Ja, iedereen appt me nu terwijl ik blog en vloggen. Dat is niet heel erg fijn. Maar goed, in ieder geval. Mijn ogen zijn een klein beetje wit. Want ik heb ze namelijk ingesmeerd met pseudocreme. Want deze oor was weer ontstoken. Ik heb de kleine oorbelletjes die in zaten eruit gehaald. En deze echte zilveren erin gedaan van de juwelier. Ik heb hiervoor dus geen oorbellen in. Maar goed, dat valt op zich niet zo heel erg op. Dus ik laat het heel even zo. Ik laat het even rusten. Want het deed echt heel erg veel zeer daarnet. Maar goed, in ieder geval ga ik me lekker nog een keer omkleden. Dat is voor de derde keer vandaag. En ik ga lekker mee in mijn bed liggen. Misschien een film kijken of zo. Want het is inmiddels. Oh. Die klok loopt niet goed. Die klok loopt echt serieus een paar minuten achter. Maar goed, het is net 9:15 geweest. En ik ga dus, wat ik zei, even een filmpje kijken of iets. En check lekker verder relaxen. Morgen komt Chantal een video opnemen. Dus dat is super gezellig. Dus ik zal ook morgen met haar wel even gaan vloggen. Dat is wel leuk. En ja. Ik ben helemaal blij. En chill. En helemaal zen. En ik ben moe. Dus ik ga mijn make-up eraf halen voor zover in het opzicht. Want ik heb echt gewoon wat ik vanmorgen al zei. Twee keer niks op. En het bevalt me heel erg goed. Dus dat ga ik even afhalen. En dan ga ik lekker naar mijn bed. Want ik ben best wel moe. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Of donderdag. Het is geen vrijdag, het is donderdag vandaag. Chantal komt vandaag hier naartoe. En we gaan vandaag een video opnemen. En ik ga haar helpen met schoolopdrachten die ze heeft. We gaan gelijk even maar een beetje aan het fatsoeneren. Aangezien we video's op gaan nemen. Moet het wel een klein beetje video zitten. Maar goed, dat zit het naar mijn idee wel. Het is, hoe laat is het? Het is 9:50. Ik ben op tijd opgegaan en lekker mijn eigen klaargemaakt en gedaan. En ja, is goed. En dus een beetje make-up opgedaan. Klein beetje, niet te veel. Ik doe tegenwoordig geen foundation, maar omdat ik mijn gezicht even met rust wil laten. Dus dat. Ik heb vandaag trouwens wel een best wel chique outfit aan. Ik heb een zwarte broek. Ik heb mijn sloffen nog aan. Die doe ik zo uit en dan doe ik mijn witte gimp aan. Maar ik heb dus een zwarte broek vandaag aan. Ik heb een wit t-shirtje aan met offline erop. En ik heb dus mijn blazer aan. Best wel een hele chique outfit. I know. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk een keer voor de video's of zo. Ik doe even mijn hoofd eraan. Iets meer licht. Ik ga dus zelf, als je misschien net kon horen, ik weet niet of jullie konden, wel eventjes de papegaai naar beneden halen. En onder de douche zetten. En dan is Chantal hier binnen nu in een paar minuten al. Ik heb me iets verslapen dan normaal. Dus vandaar. Maar goed, dat geeft helemaal niks. Ik zal om 9:30 bij mijn oma zijn, dus ik moet een beetje opschieten. Dus dan ga ik naar beneden en dan ga ik even gaan wat drinken. Even gewoon koffie drinken. Spullen bakken naar mijn oma toe. En daar nog even iets regelen. En dan daarna helemaal top. Chantal is hier. En we zijn net klaar met het opnemen van de video. Echt, oh, zo leuk. Het is waarschijnlijk heel raar en heel slecht en alles. Maar ja, ik ga de video nu editen. Even de statief inklappen. En dan gaan we editen. En dan ben ik zo benieuwd wat het wordt. Als het nou inderdaad wat is, dan zet ik hem ook op mijn kanaal als extra video. Dus hou dat ook even in de gaten. Maar we gaan nu aan de edit. En ik ben heel erg benieuwd. Ik heb natuurlijk best wel grappig. Echt een serieus humor video wordt. Dus ik ga het meemaken. Ik heb geen idee.
Goed, Chantal is naar huis en we hebben video opgenomen. Ik heb geëdit, is geüpload. En ik heb twee diensten gekregen. Namelijk zaterdag en zondag om van 7 uur 's ochtends tot 11 uur 's ochtends. Dat zijn mijn 4 uurtjes die ik hoef te werken. Maar het is wel werk en het is wel lekker en ik verdien geld. En ik heb verder ook nog wat aan mijn dag. Dus dat is helemaal top. Ja. Ik ben er heel blij mee. Ik ga naar beneden. Ik ga even nog een paar dingen regelen voor het werk. En dan ga ik gewoon lekker avondeten. Maar ik ga nu ook gelijk mijn camera opladen, want die is leeg. Dus volle camera hebben we ook wel wat aan. Goed, het is inmiddels avond. En jongens, kijk, mijn haar zit helemaal overeind aan alle kanten. Want ik heb net lekker gedoucht. Was wel weer eens nodig en was ook trouwens hartstikke lekker. Ik ga nu lekker op mijn bedje leggen. Lekker relaxen. En lekker mijn gemakje houden. Ik heb zojuist mijn telefoon even op de oplader gelegd. En kijken of er nog leuke dingen zijn. In ieder geval ga ik lekker slapen. Ik neem jullie het weekend ook gewoon lekker mee. En ga zondag pas editen. Dus het wordt echt een complete weekvlog. Omdat ik jullie gewoon wil laten zien hoe het eraan toe gaat. Alhoewel, ik neem jullie denk ik het weekend niet mee. Ik doe dat apart. Ja, ik ga dat lekker apart doen. Morgen dus de laatste dag. Morgenochtend ga ik naar Toetska bijles geven voor verpleegkundig rekenen. Heeft ze omgevraagd. Nou ben ik ook niet zo'n megaster. Maar de dingen die zij dus niet snapt en steeds fout doet, die weet ik wel. Dus komt helemaal goed. Ik ga haar hopelijk naar voldoende helpen. Of tenminste, ze heeft wel een voldoende, maar een cijfer waarin ze hem dan eindelijk haalt. Dus daar gaan we gewoon voor. Dat is morgenochtend de planning, dus ik ga niet heel erg lang uitslapen. Maar we gaan er wel wat aan doen. In ieder geval, ik ga lekker slapen. Ik zie jullie morgenochtend. Slaap lekker! Morning. Oh, ik ben altijd zo wakker. Maar het is zo erg dat ik gewoon geen zin heb om uit mijn bed te gaan vandaag. Dat ik ook gewoon weet dat ik er morgen om 4:30 naast sta of zo. 4:30, 5:30. Maar het is 9:00 en ik moet over 15 minuten de deur uit. Oeps. Nee, ik ga er nu wel uit. Ik moet naar Toetska bijles geven. Dus dat gaan we zo doen. Het is 8:56, het is bijna 9:00. Dus ik ga er maar even uit, even gaan wassen, aankleden, alles opruimen, spullen pakken. Doe ik lekker geen make-up op vandaag, dus die tijd heb ik niet, gelukkig. En de laatste tijd met make-up heb ik de laatste tijd echt gewoon dat ik echt alleen maar mijn skincare doe. En dan doe ik alleen maar mijn wenkbrauwen, wat oogschaduw als ik wil, mascara, een beetje concealer als ik het nodig heb overal. En een lippenbalsem, iets meer doe ik niet. Ik doe geen foundation meer en al die gekke dingen. Dus dat kost me in ieder geval minder tijd. Ik doe er soms een klein beetje highlighter op. Als ik er zin in heb, maar anders niet. Dus ja, in ieder geval, ik ga mijn spullen pakken en ik ga tenminste aankleden. Niet spullen pakken, want ik ga niet zo de deur uit. Ik ga me even aankleden. En dan naar het centrum. Goed, het waait harder dan ik had verwacht. Maar goed, ik loop buiten. Ik heb mijn jas aan. Ik heb mijn buitenpasje eroverheen gedaan. Omdat hij niet onder mijn jas kan, want dan gaat mijn jas openstaan. Dus ik dacht, ik doe het gewoon lekker overheen. Maakt mij dat allemaal uit, I don't care. En ik dacht, ik neem geen tas mee, want ik heb op zich toch niks nodig. Ik heb een pen hierin zitten en that's it. Maar goed, in ieder geval ga ik nu onderweg naar het centrum, naar de Biep. Om naartoe ik even bijles te geven. Of nou, bijles, uitleg. Voor de dingen die ze nog niet helemaal snapt. Wat ik dus net al zei, ik ging dus net gewoon, ik heb me dus lekker gewassen, mijn skincare gedaan en gewoon lekker niks aan make-up. Ik ben alleen lippenbalsem vergeten. Dus ik heb ziek droge lippen nu. Maar goed, in ieder geval. Dit is trouwens ook mijn buideltasje voor mijn werk. Komend weekend, ik heb een nieuw buideltasje gekocht. Deze is even iets fijner. Alleen kijk, dit vind ik het nadeel van deze jas. Hier tussen zit geen drukker. Dus hij blijft openstaan. Nou is het niet zo heel erg koud vandaag buiten, dus dat is wel weer lekker. Maar goed, in ieder geval ga ik nu onderweg
Weet je, heel grim. Ik heb trouwens vandaag mijn Friends trui aan. Met mijn how you doing. Tekstje erop. Heb ik lang niet aangehad. Maar ik dacht, weet je, het is toch niet zo heel erg fris en fruit op buiten. Ik doe hem gewoon lekker aan. Ik word ook echt ziek verkouden. Ik denk door Chantal, want die was gisteren dus heel erg verkouden. Maar goed, het waait hard. Ik ga onderweg naar Centrum. Goed, omdat ik natuurlijk gisteravond lekker heb gedoucht, is mijn haar niet zo lekker fluffy op dat. Maar in ieder geval, ik kom net bij de metro vandaan. Ik loop langs de kinderboerderij. Echt wel leuk om me altijd even te zien als ik hier langs. Ik loop in ieder geval onderweg naar het centrum nu. Ik moet eventjes gauw nog langs de Bruna. En volgens mij is de hemel nog dicht, dus dat gaat helaas niet. Maar ja, eventjes gauw nog een rondje. Want naartoe is er nog een beetje vrij vroeg. Zoals altijd. Dus ja. Flexwerk en ik of de dienst aangeboden krijg, heb ik nu ook een dienst aangeboden gekregen, morgen ook. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb heel ongestig geslapen, continu wakker. Maar goed, ik ga eruit, ik ga mijn wassen aankleden en allemaal spullen pakken, allemaal dingen doen en dan ben ik bij jullie terug. Goed, nogmaals goedemorgen. Ik ben weer iets meer wakkerder dan 5 minuten terug. Ik ben aangekleed, ik heb een groen shirtje aan, een zwart broek. En ik ga zo meteen mijn grijze schoenen aan doen. Maar in ieder geval, het is dus vandaag zaterdag. En ik ga jullie dit weekend meenemen. Aangezien ik dit weekend voor de eerste keer een baantje heb. Het is namelijk zo dat ik dus bij Bestflex werk nu. En daardoor ik af en toe diensten open zie staan voor mensen die een instelling die iemand op een afdeling ziek heeft ofzo. En daar val ik dan voor in. Zo ook vandaag. Een dienst van 11 tot... wat was dat? 11? Of van 7 tot 11? Ik ga vandaag na een maand ga ik gewoon weer werken. En vroeg op. Dat merk ik dan wel weer heel erg nu. Ik denk, ik ben wel vroeg wakker. Een beetje koffie erin, de rest mag mijn paard terug in de pot doen, want ik heb haast, dus ik ga er niet wachten. Dus ja, ik heb dus vandaag een dienst van 7 tot 11 ochtends en morgen ook. En het lekkere daarvan is dat het weekend is, dus je krijgt extra betaald. En ik vind het gewoon wel even lekker dat het nu voor de eerste keer weer even 2 halve diensten zijn. Goed, ik heb dus koffie gezet zoals je net kon zien. En ik ben dus aangekleed. Ik heb al mijn skincare dingen en zo boven klaargezet al. Dat is allemaal ready. In ieder geval, ik ga nu terug naar boven. Ik heb beneden koffie gezet. Ik ga nu terug naar boven. Frik hoor. Ik had Liga klaargelegd, maar ik weet nog niet waar die nou weer is. Ik heb er nog wel in. En de banaan. Appetee. Een banaan. Aangezien ik dus ook een tussendienst heb, dus echt een hele korte dienst, en ik dus ook geen lunch eet daar of zo, dan is het nu dus fijn om gewoon lekker een Liga en een banaan mee te nemen. Dus dat is helemaal top. Ik zet hier even gauw een kopje koffie, zodat ik in ieder geval wat mee kan nemen naar boven. En voor de rest vind ik het heel leuk. Dan heb ik in ieder geval wat op. Maar goed, de koffie loopt. Ik heb er zin in. Ik vind het heel spannend.
Omdat ik dus niet tegen verandering kan. En aangezien ik nu op een instelling kom waar ik nog nooit ben geweest, ik ken de bewoners niet, vind ik het heel erg lastig. Ik vind het ook heel moeilijk om op vaste plekken te wennen. Zoals een stageplek die ik dan voor 8 maanden heb gehad. Vond ik, ik heb er even echt 2 maanden gehuurd om te wennen. Dus ja. Sorry voor de herrie trouwens. Maar het heeft me dus 2 maanden gekost om echt goed te wennen. En nu kom ik dus op een afdeling waarin je niet meeloopt. Je gaat gewoon wonen. Je werkt niet doen. Ik denk van, vind ik wel heel spannend, heel eng. Maar ik heb een mondje bij, dus ik kan het gewoon vragen. Want eerlijk is eerlijk, ik weet niet hoe daar zijn werk in gaat. Dus ik mag dat ook gewoon kunnen vragen, neem ik aan. Dus ik ben heel benieuwd hoe goed je werk hier wordt. En daarna ben ik gewoon lekker thuis en heb ik wat aan mijn dag. Goed, ik ben klaar. En dat is 5:06. Dit is nog hartstikke vroeg. Maar zoals je ziet, ik ben klaar, soort van. Voor mijn doen vandaag. Ik heb namelijk geen foundation en dingen allemaal meer op. Dus dat scheelt me wel heel veel tijd. Ik heb gewoon mijn skincare gedaan. Vervolgens heb ik mijn contour en wat highlighter opgedaan. Ook niet eens blush meer. Vervolgens heb ik mijn oogschaduw een beetje opgedaan. En wat mascara aan mijn wenkbrauw gedaan. That's it. Meer doe ik niet meer. En het bevalt me best wel goed eigenlijk. Ik ben ondertussen even YouTube aan het kijken. Lekker aan het chillen op mijn bed. Een kopje koffie gezet. Die drink ik lekker op. Het is dus nog best heel erg vroeg. En dat had ik eigenlijk niet. Denk ik zal weer even deel voor ik klaar ben. Maar ik moet nog schoenen aandoen en dat soort dingen. En ontbijten doe ik nooit zoals morgens vroeg. Dus dat is helemaal top. Oh jongens. Het is echt heel gek om in één keer zo vroeg en dan gewoon in het kwartiertje klaar te zijn weer helemaal. Maar ergens vind ik het ook wel weer heel chill. Trouwens deze pukkel proberen weg te werken daarnet. Deze zijn aardig geluk, maar deze is wel weer jammer. Maar goed. Omdat ik geen foundation en dingen meer krijg, zie je dat iets meer. Dus daar moet ik even aan wennen. Nou ja. Het is in ieder geval lekker een kwestie van chillen nu. Ik heb nog een half uur precies voordat ik weg ga. Mijn pa brengt me gelukkig. Want het op mijn vervoer gaat wel, gaat niet. Het is allemaal heel lastig. Ik zou het kunnen redden met de metro. Vandaag, morgen sowieso niet. Morgen gaat alles te laat. Maar dan kom ik echt 7:04 aan. Goed, ik ben helemaal klaar. Ik neem dit rugzakje mee. Ik ga de camera niet meenemen omdat ik niet weet waar ik mijn tas zet. En de stak wordt die gejat. Dat vind ik super zonde. Dus ik laat jullie hier en als ik wat wil vloggen, dan doe ik het gewoon met telefoon. Maar ik ga nu de deur uit, ik trek mijn vest aan beneden en dan ben ik heel erg benieuwd wat er te wachten staat deze ochtend. Goed, ik ben weer thuis. Zoals jullie net hebben kunnen zien, heb ik vanmorgen op de afdeling toen ik daar alleen zat nog heel even snel iets gefilmd. Het was echt super super leuk, ik heb het echt naar mijn zin gehad. Het was heel erg wennen, wat ik vanmorgen ook al zei. Ik vind het dan heel erg lastig. Ik ga mijn badjas trouwens even boven pakken, want ik heb het koud. Maar wat ik dus al zei, hangt hij dan weer aan de kooi bij Pietje? Rio! Ga eens weg bij Pietje? Laat Pietje met rust. Hij zat er gewoon naast. Waarom vind je Pietje zo leuk? Kijk, moet je bij Pietje kijken? Mag wel. Hi Pietje! Laat Pietje met rust. Mag niet hoor. Kom maar even mee naar boven. Sneaky, hij hangt echt aan de kooi. Pietje zit hier. Die zit hierin. En hij hing daar dus gewoon naast. Wil je aandacht van Pietje? Die is echt een gekkie hoor. Maar goed, ik ga even mijn badjas pakken want ik heb het koud. Maar zoals ik vanmorgen dus al zei, vind ik het dus echt lastig om op een plek te komen waar ik dan moet werken, waarvan ik dus niks weet. Ik weet niet hoe ze daar werken, ik weet niet hoe ze daar dingen doen. Ik wist helemaal niks en dat vond ik dus echt heel erg lastig. Maar goed, het is me uiteindelijk wel gelukt. Het is gewoon allemaal goed gegaan. En ik heb echt wel een goed ochtendje gehad. Ik heb vanmorgen 8 mensen gedaan van de 12. Dus ik vond het best wel goed gaan, moet ik zeggen. Kom maar.
En je hebt altijd dat sommige ouderen echt wel gaan zo lopen zeuren van, nou, ik vond het helemaal niks en anderen doen het echt veel beter. Maar ja, dat heb je nou eenmaal in je, weet je. Ik trek me daar ook gewoon niks van aan, want ik denk gewoon bij mij, ja, weet je, die mensen zijn toch wel blij met je hulp, want zonder mij, zonder mijn hulp hadden ze niks kunnen doen. Dus ja, in ieder geval vond ik het leuk morgen weer daar, op dezelfde afdeling, dus dat vond ik wel top. Ik heb een gerusteld van tas. Vanmorgen had ik een rode en nu heb ik deze zwarte rugtas. Die is gewoon echt veel beter, is veel kleiner. Ik heb toch niks nodig. Alleen maar, wat heb ik nodig? Ik heb gewoon mijn eten, mijn drinken, meer niet. Tenminste, een koekje. En wat te drinken. Meer heb ik niet nodig. Dus dat is helemaal top. Dus ja, ik zit eventjes een beetje social media te checken. Want dat heb ik vanmorgen ook natuurlijk allemaal niet kunnen doen. Ik vond het ergens wel heel lekker om gewoon ook helemaal niet de gedachte te hebben van, oh, ik moet nog even op social media kijken, of ook, ik moet nog even dat checken. Het is gewoon super chill dat ik dat niet had. Oeh, ik moet het ook echt gaan minderen, want ik zit ook echt heel veel op social media. Maar, ik heb net in ieder geval lekker geluncht, lekker middag gegeten. Ik weet niet hoe laat het is. Ik heb mijn oma gebeld. Het is 5 voor 1. Nu 4 voor 1. Dus dat was allemaal top en leuk en gezellig en helemaal blij en leuk. En ik vond het vanmorgen echt spannend hoor. Ik dacht van, oh, wat ga ik daar zien en tegenkomen? Hoe zijn de bewoners? En is het wel te doen of vind ik het te moeilijk? Maar ik vond het echt heel erg leuk. Ik ga denk ik even een kopje koffie zetten. Want dat heb ik dus alleen vanmorgen op. En op mijn werk een klein kopje koffie die trouwens niet te drinken was. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Maar nee, die was niet echt heel erg lekker. Dus ik ga even lekker een vers kopje koffie zetten. En eventjes zometeen iets snacken. Zoals een koekje of iets. Even kijken wat ik ga nemen. Rio hangt hier nog steeds aan mijn schouder. Die denkt waarschijnlijk bij zijn eigen, wat ben jij allemaal aan het doen? Maar ik ben koffie aan het zetten. Wil je de kastje kijken? Heb je kastje gezien? Poppetje gezien? Kastje dicht. Dus ja, het was echt een super, super geslaagde ochtend. Ik heb het naar mijn zin gehad. Ik liep ook echt naar buiten en ik dacht van, oh, dit viel eigenlijk allemaal mee. Waar heb ik me nou zo druk om lopen maken? Maar ik vond het echt super tof. Rio gaat weer trouwens op zijn boom. Kom hier, doe normaal. Kusje. En de bak. Lief zijn tegen Kim hoor. Kijk eens. Alsjeblieft. Dan is hij in één keer heel achterdochtig van, wat ga je nou weer doen? Wat ga je me nou weer neerzetten? En dan wil hij nog wel eens gaan bijten. Maar dat gaan we maar niet doen. In ieder geval, ik ben helemaal happy en helemaal blij en helemaal voldaan. Ik ga lekker een kopje koffie drinken, lekker tv kijken, chillen. Mijn ouders zijn buiten bezig, mijn vader en mijn moeder zijn in de schuur bezig. Dus ik zeg top, ik ga lekker zo mijn sloffen aandoen, schoenen uit. En lekker lang uit op de bank chillen. Trouwens, ik heb vandaag mijn grijze Nike's aan. Deze heb ik bij Van Hagen gekocht voor 15 euro, 3 weken geleden. Maar ik heb ze 2 dagen aangehad en daarna niet meer, omdat ze heel veel pijn deden. Maar nu voel ik er dus helemaal niks meer van. Dus daar ben ik heel blij mee. Want dan kan ik deze schoenen gewoon lekker voor het werk gebruiken. Want ik wilde eerst mijn witte Nike's aan doen. Maar toen dacht ik, nee, dat lijkt me niet zo'n goed idee. Dus heb ik maar niet gedaan. Nee, maar wat ik zeg, ik ga zo lekker mijn make-up eraf halen. Ook al is het net middag. En lekker mijn schoenen uit, denk ik. Alhoewel, ze zitten nu nog lekker. Ik wil deze ook zoveel mogelijk uitlopen. Dus misschien dat ik ze heel even aanhoud. Maar ik ga in ieder geval lekker een kopje koffie drinken en lekker mijn gemak houden. En misschien zo eventjes 20 minuten mijn ogen dicht doen, want ik ben echt heel erg moe omdat ik zo slecht heb geslapen vannacht. Dus ik kan wel een beetje rust gebruiken vandaag. Goed, ik ben boven. En ik heb net de film Christopher Robbins gekeken, oftewel Jan-Man Robinson. En hij was zo cute. Hij was zo ontzettend leuk. Ik heb hem wel geswitcht naar Nederlands, omdat het niet echter maakt, maar wel leuker om te kijken. Omdat je dan echt de Nederlandse stemmen hoort van poe en konijn en een knorretje en een rol. En al die dingen. Een tijgertje en Ior, meneer de L. Superleuk allemaal. Maar ik ga heel even liggen. Ik ben echt super moe. Niet omdat ik vroeg op moest of omdat ik gewerkt heb, maar omdat ik vannacht gewoon zo slecht geslapen heb. Wil ik nu heel even liggen. Heel even bijtanken en gewoon even een half uurtje, 3 kwartier mijn ogen dicht doen. En daarna gewoon weer lekker op. Avond eten en gewoon vanavond nog lekker mijn dingen doen.
Dus dat ga ik nu doen. Ik ga in ieder geval even lekker tukken, want dat heb ik wel nodig. Goed, ik heb lekker avond gegeten. Ik ga de douche aanzetten. Want misschien raad je het al. Ik ga even lekker douchen. Niet dat het echt nodig is, ik ben niet vies gevoeld, maar ik ben heel erg verkouden. En ik denk als ik dan lekker even warm ga stomen, dan helpt dat wel even. Eventjes. En dan ga ik gewoon lekker op het bed liggen, een beetje fixen op mijn borst. En gaan. Dus ik ga even lekker snel douchen, dat alles klaar gelegd. Dit is inmiddels, ik heb mijn gele hoesje gevonden, ik ben zo blij. Even hier is. Ik word voor 8, dus het valt nog allemaal hartstikke mee. Nu ga ik lekker douchen. Goed, ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb mij gelijk ingesmeerd met een kokosnoot, body, butter en ik ga nu, ik heb alles al klaargelegd, ik ga zo lekker mijn bed in, jongens. Misschien een beetje vroeg, maar liever dat ik er gewoon al in lig en uitrust, dan dat ik weer zo laat ga liggen net als gisteren. En straks weer de hele nacht niet slaap, daar zit ik ook niet op te wachten. Dus dan maar zo, even het allemaal opschuiven. Ik lig natuurlijk altijd wel aan deze kant. Ik heb dan wel vanmiddag geslapen, dus ik hoop dat ik straks nog redelijk slaap. Ik hoop het echt, want anders dan heb ik een heel klein groot probleempje. Ik heb in ieder geval een glaasje water voor mijn medicijnen in te nemen en een kopje slaapthee om zo meteen even rustig mee te worden. Want ik merk dat ik s'avonds echt gewoon uw ben, omdat ik gewoon, ja... Ik ben gewend om gewoon wakker te blijven 's avonds. En nu kan dat wel, maar als ik dat doe, heb ik mezelf daarmee. Dus ik ga heel even mijn medicijnen innemen. En dan duik ik samen met mijn kopje thee en mijn glaasje water lekker mijn bed in. Goed, ik heb alles ingenomen en ik kruip lekker mijn bed in. Ik ga nog heel veel YouTube-video kijken, want ik ging net kijken hoe lang ik erover doe als ik nu al ga slapen. Maar dan slaap ik 8 uur en 49 minuten. Ik slaap natuurlijk nog niet, maar daar ben ik van, het is wel een beetje lang. Want wat ik heel erg heb is als ik te lang slaap, ben ik heel erg moe. En als ik echt extreem kort slaap, ben ik ook heel erg moe. Dus ik probeer altijd al tussen de 6 en 7 uur te slapen. Dus ik ben aardig vroeg vandaag. Maar dat maakt niet uit. Ik heb trouwens dus die rustthee en ik heb... 5 valeriaandruppels in mijn thee gedaan. Het stinkt echt vreselijk. Maar het helpt me wel goed slapen en rusten. Dus mijn thee ruikt niet zo lekker meer. Maar hopelijk helpt het me wel een beetje goed slapen en uitrusten. Of juist helemaal niet. Ik weet niet of het me vannacht tegen gaat werken of mee gaat werken. Het is echt een pure gok die ik neem. Dus ik hoop dat het me meewerkt. In ieder geval is het nu... Net kort voor 9 geweest. Ik ben helemaal ready. Alles ligt klaar voor morgen. Ik hoef geen eten en drinken mee te nemen. Dus het is morgen een kwestie van een flesje drinken in mijn tas. En een banaan en een koekje. Voor de koffiepauze. Zodat ik even iets kan eten. En dan om 11 uur ga ik gewoon naar huis toe. Dus ja. Ik ben helemaal blij. Mijn pa brengt me morgen weg omdat het openbaar vervoer dus echt rot is. En ik er dus zo vroeg eigenlijk helemaal niet kan komen. Dus ik ben heel erg benieuwd of dat van de morgen een beetje te doen is. Ik denk het wel. Het is morgen zondag, dus het zal niet zo heel erg druk zijn om 6 uur 's ochtends. In ieder geval kijk ik nog even een YouTube video en ga ik daarna lekker slapen. Even mijn theetje opdrinken en dan ben ik zo meteen helemaal zen. Helemaal rustig en dan... Kan ik heerlijk slapen. En heel eerlijk gezegd, ondanks dat ik vanmiddag heb geslapen, door mijn verkoudheid merk ik dat ik nu ook heel hangerig en moe ben. Dus ergens komt dat goed uit. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Tot morgenochtend. Goedemorgen. Ik ben wakker. Zojuist net. Ik schrok. Ik had niet verwacht dat mijn wekker afging. Ik was al wel langzaam wakker. Ik kan niet verwachten dat hij niet al afneemt. Maar goed, in ieder geval, ik ga eruit.
ga me even rustig aankleden. Mijn kachel staat aan, lekker. Oh ja. Heerlijk. Goed, ik ga me rustig aankleden. De trui aan, want gisteren was het koud daar. Dus dan ga ik dat. Ga ik me nu maar even warmer aankleden. Even proberen. Koffieloot. Lekker. Goedemorgen. Oh jongens, het is een zonnetje vandaag. Ah, ik ben wakker, ik ben aangekleed. Ik ben net wakker gebeld door Best Flex. Dat ik dacht van, oh, blijven ze nou om de havenklap bellen? Dat vind ik wel echt een heel klein beetje een nadeel. De ANC echt overal voor bellen. Dan denk ik van nee, nu niet. Maar goed, in ieder geval, ik ben dus aangekleed. Ik heb alleen mijn skincare gedaan, voor de rest niks. Zwart shirtje aan, spijkerjasje, lichtblauwe broek en mijn witte Nike's. Ik zeg een leuk outfitje voor vandaag. Bevalt me wel, ik vind het wel leuk. Ik ga zo naar de fysio. Ik heb vandaag namelijk weer een afspraak. Na lange tijd bij de bekkenfysiotherapeut. Dus ik ben heel erg benieuwd of het gaat werken. Of het überhaupt weer pijn gaat doen. Geen idee. Dus daar ga ik zo heen. Over ongeveer 20 minuten ga ik heen lopen. Het is op de fiets 6 minuten. Met de auto 3 minuten. En lopen 20 minuten. Maar ik dacht, het is best lekker weer. Dus ik ga denk ik gewoon lekker een stukje lopen. Dat is in ieder geval wel lekker. Het is lekker weer. Dus ik ga gewoon lekker een stukje lopen. Dat is ook goed voor me. Goed, ik ben onderweg naar de fysio. Het is kouder dan ik verwacht buiten, jongens. Echt. Oeh. Ik denk ik doe lekker mijn spijkerjas aan. Ik heb natuurlijk al een spijkerjasje zwarte aan. Ik denk ik doe lekker mijn spijkerjas aan. Maar poeh, koud. Ik heb trouwens compleet spijker aan vandaag. Het weer is wat anders. Maar ja, het is dus vandaag maandag. Nee, ik werd vanmorgen gebeld door Best Flex. Dat ik dacht van, hè, hoe kan dat nou? Waarom bellen ze me nou? Maar het komt, denk ik, omdat ze waarschijnlijk weer mensen nodig hebben of iets. En ik vandaag niks gepland heb. Maar het komt omdat ik vandaag afspraken heb. Morgen heb ik afspraken. Woensdag heb ik afspraken. Donderdag niks, vrijdag ook niks. En het weekend ook weer afspraken. En dan volgende week ziekenhuis. Dus het zijn twee redelijk drukke weekjes. Ik neem maandag mee in de weekendvlog, omdat mijn andere SD-kaart van de vorige weekvlog nog niet leeg is, omdat ik die nog moet editen vandaag. Dus dat ga ik straks doen. Maar het is trouwens ook echt super lekker weer, jongens. Dat zonnetje schijnt. Het is super lekker weer. Het is een redelijk blauwe lucht op daarvoor. Nou, dat is nog een beetje grijzig. Maar goed, in ieder geval. Ik heb net even gauw twee boterhammen gegeten en een kopje koffie gedronken. Ik ga nu dus onderweg naar de fysio. Met alle apparatuur die ik nodig heb. Zit de gans hier beneden. Met alle apparatuur die ik nodig heb voor de fysio. Dus ja. Dus trouwens echt een lekkere jas die ik aan heb. En een super fijne tas die ik bij heb. Maar ze combineren niet echt samen. Omdat dit dik is, gaat het ook van mijn schouder af. Maar goed, wat ik zei, lekker onderweg naar naar de fysio. Het is 20 minuten lopen. Met de fiets was het 6 minuten geweest. Maar ik dacht, ik heb alle tijd. Ik ga gewoon lekker een stukje lopen. Het is toch lekker weer. Het zonnetje schijnt. Top idee lijkt mij toch? Gezond ook nog. Ik ben er. Ik was echt super, super snel. Dus ik helemaal niet lang lopen of zo. Helemaal top. Het is wel in mijn tas. Oh, goed, even mijn OV opladen. Dat moet ook gebeuren. En ik ben nu weer in het metrocentrum, want ik ga met Asher samen even naar Rotterdam. Mijn moeder moest een paar dingen hebben. En ik dacht, ja, dan wil ik dat liever heel even daar gaan halen. Ik ben trouwens bij de fysio geweest en dat was echt een hel. Mijn lichaam zat zo, of mijn darmen zaten zo idioot verstopt. Dus even mijn OV opladen. Zo wel. 5 euro contant. Goed, ik ben weer thuis van de fysio en van Zuidplein.
Ik heb net iets gehaald, jongens, en daar ben ik zo blij mee. Mijn pa is vroeger gevaren en die heeft vroeger van zijn moeder, of mijn moeder, ik weet niet van wie, heeft hij dit hangertje gekregen. Hij heeft hem in het goud. En ik liep er net langs de juwelier en toen hadden ze dus hetzelfde hangertje in het zilver. En ik dacht, hoe mooi is het om die aan te schaffen en te kopen. Dus ik heb hem, ik ben er super blij mee. Mijn pa zegt, oh wat gaaf, we hebben hetzelfde hangertje. Super blij mee. In ieder geval, ik heb een microwavable best friend gekocht. Alleen hij geeft een beetje af. Het zit nu onder de groene pluizen. Maar kijk, het is een draakje. En er zit een hittepitzak in die je kan opwarmen. En ik wil je lekker mee proelen. Dus je gaat lekker op mijn bed zetten. Super chill. Mijn moeder heeft een kruigwas. En ik heb dit rugzakje. Super cool. Hij is helemaal transparant. En ja, ik ben er echt super blij mee. Ik hou er echt van. Dus dat. Maar ik ga de video editen. Deze video en de afgelopen week vlog. Alhoewel ik denk ik de afgelopen... Oh nee, wacht. Dat is wel belangrijk. Misschien dat ik er één video van maak. Ik ga even kijken hoe of het gaat lukken.